trailers ken je vast wel. In een paar minuten tijd zie je wat voor soort film het is, waar het verhaal over gaat en wie erin meespelen. En als het goed is, word je zo nieuwsgierig naar de film. Maar dit kan je natuurlijk ook met een boek doen. En in dit filmpje gaan we je vertellen hoe je een trailer kan maken bij een boek dat je net hebt gelezen. Stap 1. Lees het boek. Wanneer je het boek uit hebt, bespreek het dan met je vrienden. Eens kijken wat zij ervan vonden. Stap 2. Bespreek het boek. Vertel wat je zelf mooi vindt aan het boek en waar het volgens jou over gaat. Dat is vaak voor iedereen anders. Luister naar elkaar, maar wees ook kritisch. Als je samen hebt bepaald wat het boek voor jullie zo bijzonder maakt, is het tijd voor de volgende stap. Kies een filmvorm en schrijf een scenario. Wij helpen je vast op weg met 3 voorbeelden. Stap 3. Kies een vorm. Kruip in de huid van het hoofdpersonage. Stel jezelf voor aan de toekomstige lezer. Wat ga je meemaken? Soms ga ik 's avonds nog varen in de rietlanden. Als er niemand meer is. Zelfs de vissers zijn dan naar huis gegaan. Dan denk ik na over mijn toekomst. Mijn angsten. En over haar. Mijn grote liefde. Mijn naam is Maarten. Over 14 dagen ben ik er niet meer. Misschien heb je geen professionele camera. Maar dat maakt niet uit. Met een mobiele telefoon kan je ook prima filmen. Maak bijvoorbeeld een korte documentaire met een introductie van het boek en de reacties van de lezers. Ik heb een vlucht regenwulpen gelezen van Maarten het Hart uit 1978. Het boek gaat over Maarten en hij komt op een trouwfeest een meisje tegen. En dat blijkt de zus te zijn van het meisje op wie hij vroeger heel erg verliefd was. En omdat hij de hele tijd denkt dat hij doodgaat, blijf je je ook afvragen of dat echt gaat gebeuren. En dat blijft echt super spannend tot de laatste bladzijde. Een vluchtregenwulpen van Maarten het Hart. Verfilm je favoriete stukken uit het boek. Hoe zou je het in beeld willen brengen? Twaalf jaar lang heb ik getracht mij het gezicht te herinneren. 12 jaar lang lukte het niet. Moest ik eerst de gezichten van haar vriendinnen voor me halen. En dan zag ik soms een fragment. Een klein deel van haar gezicht. Haar mond, of haar ogen, maar nooit het geheel. Soms droomde ik van haar en werd ik wakker en heel even zag ik haar gezicht nog. Maar zodra ik het wilde vasthouden, barstte het uiteen in fragmenten. Heel veel plezier met het maken van je eigen boektrailer. Gebruik onze voorbeelden of bedenk zelf iets leuks. Maar denk eraan, boektrailers zijn altijd kort, maar krachtig. Gebruik dus alleen je beste beelden. Succes!